Het is maandag 15 juli en ik heb wat gedaan. Want sommigen van jullie die weten het al, ik heb het al op Instagram gedeeld. Maar vorige maand heb ik mijn werk opgezegd. Ik ga per 1 augustus ga ik stoppen met werken. Of nou ja, niet helemaal stoppen met werken natuurlijk. Want ik ga vanuit Ninon's tuin van dit kanaal en alles daaromheen, daar wil ik mijn werk van maken. Dus ik ga de sprong wagen. Ik heb nog 2 weken de tijd en daarna ga ik uit dienst. Ik wil jullie daarin meenemen. Ik wil namelijk veel meer delen, veel meer open delen. Ik merk dat als ik video's edit, dat ik dan ook wel heel veel cureren, dat ik er dan heel veel dingen uithaal. Dus deze serie, mijn bijpraatserie, bijkletserie, die wordt wat rauwer, wat minder geëdit, misschien ook wat langzamer, dat weet ik niet precies. Maar in deze eerste video wil ik jullie meenemen in hoe het met me gaat, hoe het met de tuin gaat, hoe ik hier ben beland, hoe ik in deze tuin ben beland en bij dit huis ben beland. En ik ben gewoon heel benieuwd of je dit leuk vindt. Laat me alsjeblieft weten of dat je iets anders wilt zien. Maar superleuk dat je er bent. Superleuk dat je meekijkt. En welkom in mijn bijkletsserie. En welkom in mijn tuin. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Ik heb trouwens mijn microfoon nu zo vast, want hier lukt niet helemaal. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar de tuin dit jaar is echt een drama. Ik heb er al wel wat over gedeeld, ook op Instagram. Maar het is echt een drama en ik dacht, is ook wel goed om dat even te benoemen. Want mocht je beginnend zijn of je denkt gewoon, je voelt je gewoon super slecht over je tuin, dan bij mij is het niet anders. Mijn radijsjes en mijn peulen die zijn allemaal opgegeten door slakken. En mijn bonen trouwens ook. Maar mijn bonen die doen het nu eindelijk. Dat is de derde keer dat ik ze gezaaid heb en nu doen ze het eindelijk. Even snel tussendoor. Ik had de camera-instellingen niet helemaal goed staan. Dus het beeld beweegt heel erg. Sorry daarvoor. Volgende keer is het weer beter. Maar ik had deze video al opgenomen. En echt vanuit mijn hart gepraat. Dus ik laat het zo. Maar sorry voor het beeld. Ik dacht, mijn komkommers en augurken die gaan het nooit doen. Die bleven heel klein. Helemaal ook in elkaar geschrompeld als het ware. Maar die gaan het nu eindelijk doen doordat het wat warmer weer wordt. Dus dat is echt heel fijn. Daar heb ik echt goede hoop op. Heel veel van mijn wortels zijn niet opgekomen. Ik denk dat ik al wel 5 of 6 keer gezaaid heb. Op verschillende plekken. Het komt allemaal niet op. Aantal van de wortels die ik heb gezaaid en die opkwamen aan het begin van dit voorjaar heb ik ze gezaaid. Daar is de helft op de een of andere manier helemaal van verschrompeld. Mijn paksoi's die zijn doorgeschoten omdat het koud en dan weer warm is. En daar kan paksoi heel slecht tegen. Mijn venkels die zijn doorgeschoten. Mijn knolvenkels die staan hier naast mij trouwens. Ik heb mijn aardappels te vroeg uit moeten halen omdat ze de aardappelziekte hadden, Phytophthora hadden. Super jammer. Allemaal zulke kleine aardappeltjes heb ik nu. Dat had nog echt zo mooi en zo groot kunnen zijn. Maar goed, dat dus. Mijn tomaten die hebben ook Phytophthora. Althans, dat hadden ze. Ik hoop dat dat nu allemaal weg is, want ik heb al het blad weggehaald. Maar als dat doorzet, nou, dat zou ik het allerergst vinden. Want mijn tomaten zijn, vind ik het allerbelangrijkste in de tuin. Dus dat is drama. Alle meerjarigen, die doen het heel goed. Dus ik denk ook, laat ik maar gewoon daarop focussen. Oh ja, mijn knoflooken was helemaal niks. Had ik, niet eens een knolletje. Ik heb wel dat ingevroren, zeg maar het eetbare stuk. Alles wat daarboven zat, zat ook allemaal onder de roest. Note to self. Als het een hele natte winter is, ik had het ook nog niet eerder gehad. Dan moet je gewoon geen knoflooken planten, want dat doet ze geen goed. Al mijn uien die zijn allemaal doorgeschoten. Ik denk ook door het koude en dan weer het warme weer. Ik merk wel dat er verschil in rassen zit. Mijn rode en mijn gele uien die zijn meer doorgeschoten dan mijn witte uien. Dat is dus ook niet al te best. Die moet ik dus ook gelijk gaan verwerken. Die kan ik niet goed bewaren, want als iets door is geschoten kun je niet goed bewaren. Maar goed, wat ik zei, de meerjarigen die doen het wel heel goed. Dus al onze bessen doen het super goed. Ik heb nog nooit zo'n mooie borden gehad en dat hoor ik echt van heel veel meer mensen.
Onze mais doet het supergoed. Die had ik al heel goed voorgezaaid, vroeg voorgezaaid. En ik denk gewoon op het juiste moment de grond ingestopt, want die zijn echt superhoog. De pompoenen die doen het eindelijk ook best wel heel erg goed. Dus dat is allemaal echt heel fijn. Maar sponskomkommers, allemaal weg. Van de 30 kolen die ik had, zijn er misschien 3 overgebleven. Elke keer opnieuw voorgezaaid, opnieuw uitgeplant. En toen de slakken weg waren, toen had ik duiven. En het is echt heel vreselijk. Ik heb gelukkig wel wat peulen die ik al heel vroeg had gezaaid. Dus die hebben geen last gehad van de slakken. Maar die heb ik allemaal laten staan en gewoon de peulen eraan laten hangen aan de plant. Omdat ik daar graag zaden van wil. Ik denk vandaag of morgen ga ik dat nog allemaal afhalen. Dus als je afvraagt waar ik allemaal druk mee ben geweest de afgelopen weken. En waarom het zo stil was. Dan is dat dus om 2 redenen. A, omdat ik dus heel druk ben achter de schermen met Uit Ninons Tuin. En cursussen maken. En allerlei plannen die ik heb. En B, omdat ik elke keer opnieuw aan het zaaien ben en elke keer die tuin probeer maar vol te krijgen. En nou ja, het lukt een klein beetje, maar nou ja, wat wel super super mooi is trouwens, is dat we heel veel vlinders in de tuin hebben. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar wij hebben echt heel veel vlinders. Heel veel andere bestuivers ook, ook heel veel bijen wel. Dus dat is super fijn, als het niet regent tenminste, want anders zie je ze natuurlijk niet. Maar goed, waar ik jullie eigenlijk ook even in wil meenemen is hoe ik nu hier eigenlijk ben geëindigd. En ik heb al wel langer een beetje een soort van persoonlijk praatje willen houden. Maar ik vind het altijd een beetje spannend om te doen. En nu, ik voel me goed en ik dacht gewoon, ja, ik moet het gewoon doen. Ik moet gewoon voor de camera gaan zitten, ik moet het gewoon doen. Dus ik ga dat nu gewoon doen. Lina is mijn dochter van bijna 8, zit in groep 5. Die zijn heel lang alleen geweest. En ik was alleenstaande moeder en wij hebben in Ommen gewoond. En in Ommen hadden we echt een superleuk huisje. We huurden het voorhuis van een boerderij vlak aan de Vecht. En daar hadden we ook best wel wat ruimte en wat grond. Dus ik had daar ook een moestuin en uiteindelijk ook kippen toen ik uiteindelijk aan de huurbaas durfde te vragen. Dus daar hadden we het supergoed. Maar het was wel best wel heel zwaar als alleenstaande moeder. Ik werkte fulltime. Ik werkte bij Weekamp op het hoofdkantoor in de damesmodeafdeling. Nou ja, na een tijdje ontmoette ik Robert en dat heeft best wel heel erg lang geduurd. Robert is mijn man nu, we zijn 2 jaar getrouwd. Maar het heeft best wel heel erg lang geduurd voordat ik hem een beetje vertrouwde. En voordat het allemaal, nou ja, wat duidelijker werd. Maar uiteindelijk, 2 jaar geleden zijn we getrouwd. En ben ik hier dus eigenlijk gewoon in komen wonen. Ingetrouwd, zeg ik altijd. En dit was echt 1 groot grasveld, dit allemaal. Er stond alleen deze appelboom waar ik nu onder zit, die stond er. En nog een andere appelboom. En dat was het. Verder stond er niks. Er stond een oude geiten- of schapenschuur. Ik weet niet precies wat het was. Die stond er. En toen we gingen trouwen, vlak voordat we gingen trouwen, hebben wij een nieuwe schuur gebouwd. En die oude schuur die ging er dus vanaf. En dat is ook een van de eerste dingen die we toen aan de tuin hebben gedaan. Dat is deze moestuin aanleggen. De bakken die je allemaal ziet, de driehoekige bakken, die zijn allemaal van de balken van de oude schapen- of de geitenschuur gemaakt. Van de oude schuur dus. En daar was ik echt super blij mee dat we zo mooi die balken konden gebruiken. Mijn kast hebben we toen nog verhuisd uit Ommen. Die had ik zelf gemaakt, ben ik heel erg trots op. Heb ik zelf gemaakt in Ommen, wel met een klein beetje hulp van Robert. Die kende ik toen al. Maar ik heb het grootste gedeelte zelf gedaan. Uit een landleveninstructie. Ik zal hem ook hier even onder in de beschrijving zetten. Superleuk kastje om zelf te maken. Die hebben we dus ook verhuisd naar deze tuin. En ook al heel snel hebben we heel veel fruitbomen aangeplant. Heel veel klein fruit aangeplant. Al het fruit wat je hier achter mij ziet. Dit zijn wijnbessen en thaiberry en een braam. En van alles en nog wat staat hier. Maar ook in de rest van dit stuk hier voor mij waar de kippen lopen. En de bordes meer richting het huis toe. Daar hebben we van alles hebben we er aangeplant. Fun fact trouwens. Robert die had echt volgens mij de dag ervoor dat we dit zouden aanplanten. Toen was corona net geweest en toen ging hij karten met vrienden en toen heeft hij zijn ribben keihard tegenaan gebotst. En dus ook heel erg gekneusd, dus hij kon al die bomen helemaal niet eens planten. Dus dat hebben Thijs en Sanne. Thijs en Sanne zijn de kinderen van Robert. Die hebben toen geholpen nog met het inplanten van al die fruitbomen die we toen hadden. Gelukkig waren er alle gaten waren al wel gegraven, maar dat was wel grappig. En eigenlijk zijn we alles gewoon ook door blijven planten. Elke keer ben ik nieuwe dingen aan het toevoegen, nog steeds. Ik heb van de winter wil ik ook nog best wel veel doen qua aanplanting rondom de fruitbomen. Ga ik jullie ook allemaal in meenemen.
En toen ben ik in januari vorig jaar, januari 2023, ben ik een YouTube-kanaal gestart. Dit YouTube-kanaal. En dat had ik nooit verwacht dat dat best wel heel goed zou gaan. Echt heel erg leuk. Ik had het eigenlijk, dacht ik van, ik wil heel graag wel wat workshops en wat cursussen doen. Want ik fermenteer al jaren. Ik ben al jaren mijn oogst aan het verwerken op een wat oudere manier. Ik vind juist de conserveermethode van vroeger heel erg interessant en heel leuk om te doen. Vaak ook omdat je daar geen elektriciteit voor nodig hebt. Maar ook omdat ze best wel gemakkelijk zijn. Vroeger hadden ze ook niet heel veel tijd om dat allemaal te doen. Dus ik dacht, daar ga ik workshops en cursussen over geven. Ik doe ook veel met rauwe melk. En ik wou dat ook een beetje delen ergens, omdat ik dacht, dan kunnen mensen zien wat ik kan. Dus zodoende ben ik eigenlijk dit kanaal gestart. En dat ging al best wel snel, best wel heel hard. Toen op een gegeven moment had ik 400 of 500 mensen die me volgden. En toen dacht ik, wil ik dit allemaal wel? Ik kreeg ook een beetje plankenkoorts. Dat ik dacht, als ik nu me voorstel dat er 400 of 500 mensen in mijn tuin staan. Ik raakte een beetje overweldigd ook. Dus toen heb ik een paar maanden niks geplaatst. En dat is ook wel een beetje in de trend van mijn kanaal. Dat ik merk van, dan overweldigt het me allemaal weer. En dan ben ik weer even wat stiller. Of dan is het heel druk in de tuin. Logisch ook. Maar goed, toen heb ik na een paar maanden toch besloten, ik moet hier wel echt wat mee doen. Het is zonde als ik hier niks mee ga doen. Dus dat heb ik gedaan. En nu zijn we hier. En afgelopen maanden weer best wel stil geweest. Maar ook heel veel achter de schermen natuurlijk gedaan. Want we hebben samen heel erg veel gepraat, Robert en ik, over hoe nu verder. En ik kan gewoon niet werken en uit in ons tuin samen. Dus zodoende, wat ik ook wel vertelde in de intro, hebben we besloten om vol voor uit in ons tuin te gaan. Dat ik vol voor uit in ons tuin ga. Kijken of ik dit kan uitbreiden. Super spannend. En ik wil wel ook even een disclaimer dat ik ben niet iemand die regularly kan uploaden op YouTube. Dat is wel echt mijn doel, dat ik elke week een filmpje upload. Maar ik merk gewoon in de praktijk, mijn gezin is nummer 1. Dat ten eerste. En daarna komt de tuin en dan YouTube. En ik wil dat wel, probeer dat nu dus wel heel erg te combineren met ook de keuze dat ik ga stoppen met werken. Maar in de praktijk, het is nog best wel lastig. En YouTube kost zo ontzettend veel tijd. Ik moet nog even kijken hoe dat allemaal gaat. Mijn intentie is echt om elke week wat te plaatsen. Maar forgive me als het me niet lukt. Want leven gebeurt soms ook gewoon. En in de winter merk ik ook gewoon, als het tuinseizoen er niet is, dan kan ik veel makkelijker dingen uploaden dan als het druk is in de tuin. Maar dat is ook wel weer de tijd waarin je juist heel veel kunt vertellen. Dus het is een beetje zoeken. Ik ga even een klein beetje in de schaduw zitten, want het is best wel warm in de zon. Eén moment. Oh, dat is beter. Nu zie je de andere kant. Ik zat net hier en nu hier. Ik wil ook echt proberen om een goed beeld te geven van de tuin. En ik vind dat soms nog best wel lastig. Maar ik wil je echt meenemen in de tuin. Dat je het gevoel hebt dat je naast me staat. Dus als je daar ideeën of tips voor hebt, laat het dan ook zeker weten. Ik wil kwetsbaar en open zijn. Ik wil dus ook alle fouten wat ik net vertelde. Alle dingen die niet goed zijn die niet goed gaan in de tuin, die wil ik je ook vertellen. Dus dankjewel voor het kijken. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in een hele tuintour, dan heb ik daar vorige maand een video over gemaakt. Dat is deze video hier. Ik zie je in die video als je die nog niet hebt gezien. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!